Een stresstest is geen objectief instrument. Het is bij wijze van spreken zo dat als je een hamer maar groot genoeg maakt, kun je alles kapot slaan. We zijn op weg naar een bankenunie. Die moet in november 2014 ingaan. De ECB heeft nu het pad daarnaartoe aangekondigd en dat bestaat uit drie stappen. In de eerste stap zal de ECB van een kleine 130 banken de risico's in hun balansen gaan bekijken. Dan vervolgens per bank, als er bepaalde risico's naar voren springen, daar dieper op inzoomen. Dat noemen we een asset quality review. Om ervoor te zorgen dat die balansen van die banken allemaal netjes waarderen de risico's in die balansen. En die balansen, die gecorrigeerde balansen, zullen dan als in de derde stap als uitgangspunt gebruikt worden voor een stresstest op die banken. Om te bepalen of men voldoende buffers heeft, of men voldoende gezond is om dan in november 2014 in die bankenunie opgenomen te worden en onder toezicht van de ECB te komen. Zijn er nog losse haken en ogen aan de procedure? Ja, er zit één belangrijk element zit er in dit hele proces wat nog niet voldoende is ingevuld. Dat is eigenlijk aan het eind. Als je die stresstesten doet en er blijkt een kapitaaltekort te zijn, dus banken hebben onvoldoende buffers na stress, ja, dan moet dat gat gevuld worden. Als je tenminste zo'n bank niet failliet wilt laten gaan of wilt opheffen, dan moet dat gat gevuld worden. En dan, wat dan precies de procedure is nog niet helemaal duidelijk. En met name niet de vraag van op welk moment gaan toch overheden weer bijspringen en welke overheden dan? Zijn dat dan de nationale overheden, de plaats waar die bank gevestigd is? Of is dat dat Europese noodfonds, dat ESM, waarbij dan bijvoorbeeld Nederlanders via dat fonds meebetalen aan de redding van een bank, ik noem maar wat, in Spanje? Maar is een stresstest bijvoorbeeld, die nu onderwerp van de procedure is dat een objectief iets? Nee, een stresstest is niet een soort objectieve thermometer. Zoals je bijvoorbeeld de temperatuur meet, dat kun je aflezen. Nou, dan weet je of het te warm of te koud is. Een stresstest is veel subjectiever. Het begint al met de vraag van ja, hoeveel stress wil je uitoefenen op zo'n bank? Wat voor scenario wil je op die bank loslaten? Het beginsel erbij is dat het een extreem scenario moet zijn, maar wel plausibel. Maar daar kun je over van mening verschillen natuurlijk. Dat is niet iets wat objectief vaststaat. Dan vervolgens is het ook zo, het effect van die stress op de balans en het waarderen van portefeuilles is ook subjectief. Eigenlijk alle prijzen in de economie zijn subjectieve grootheden. Laat me toelichten aan de hand van bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een hypotheekportefeuille. Nou, de vraag van wat die hypotheekportefeuille waard is, wordt bepaald door de vraag van al die mensen die een hypotheek bij zo'n bank hebben uitstaan, niet alleen nu in staat zijn terug te betalen, maar dat over de looptijd van die hypotheekportefeuille, dat kan tot 30 jaar gaan. En daar moet je inschattingen van maken. En dat zijn ja, toch in hoge mate subjectieve inschattingen. Heeft dus eigenlijk alleen maar met vertrouwen te maken. Een van de redenen waarom deze stresstesten worden gedaan, is dat er nogal wat onzekerheid bestaat over ja, hoe gezond is nou het Europese bankwezen. Zijn de assets, zijn de activa van die banken wel redelijk genoeg gewaardeerd? Je kunt dat niet objectief vaststellen, maar je kunt wel met elkaar daar een subjectief gevoel over hebben. Dus er is nogal wat wantrouwen tegen Europese banken. En die stresstest is bedoeld om ja, te laten zien van wij zullen die banken aan een strenge test onderwerpen en ervoor zorgen dat ze na die test aan alle eisen voldoen. En dat is een van de redenen waarom je het doet. Dus vertrouwen herstellen in dat bankwezen voor de financiële markten. De overheden, ja, die hebben een wat ander belang. Die willen aan de ene kant wel natuurlijk dat het vertrouwen hersteld wordt. Maar die willen dat liefst ook tegen zo weinig mogelijk kosten. Dus dat er zo min mogelijk kapitaal van de overheid in moet. Dat de belastingbetaler er niet voor hoeft op te draaien. Dat is eigenlijk een gemeenschappelijk belang van alle overheden. Dan is er nog een belangrijke tegenstelling in zekere zin tussen Noord en Zuid. Zuid zou graag willen hebben dat als er dan toch geld bij moet, dat dat zoveel mogelijk via de Europese pot gebeurt. Terwijl Noord liever zegt van nou laat iedereen zijn eigen broek maar ophouden als het dan toch moet.